de groei van je haar bevorderen met deze 5 kruiden en specerijen. Lang haar raakt nooit uit de mode. Voor veel mensen is lang haar tenslotte een symbool van schoonheid en elegantie. Daarom is de gedachte aan haaruitval zeer zorgwekkend voor ons en heeft het vrij veel invloed op ons, waardoor een hoop mensen op zoek gaan naar middelen die de groei van je haar bevorderen. Haarverf, de föhn en producten om het haar te stijlen kunnen ervoor zorgen dat de haarzakjes aangetast raken, waardoor het haar op een gegeven moment uit begint te vallen. Dingen als schildklierproblemen, bloedarmoede, slechte voeding of de menopauze kunnen het probleem tegelijkertijd nog erger maken. De hoofdhuid masseren om de bloedsomloop te bevorderen, kan ervoor zorgen dat voedingsstoffen beter geabsorbeerd worden en zwak haar voorkomen. Daarnaast bestaan er ook genoeg natuurlijke middeltjes die de haarwortels voorzien van de voedingsstoffen die ze nodig hebben en die zo de groei van je haar bevorderen. Kruiden en specerijen die de groei van je haar bevorderen. Middeltjes die gebaseerd zijn op kruiden en specerijen, beginnen vanwege hun effectiviteit en lage prijs steeds populairder te worden. In dit artikel delen we een paar aanbevelingen voor sterk haar en een gezonde haargroei. Rozemarijn. Rozemarijn is zonder twijfel een van de beste planten om de haargroei te bevorderen. Het wordt al jarenlang gebruikt om haaruitval effectief tegen te gaan, door de hoofdhuid te voorzien van voedingsstoffen en kracht. Ook kan rozemarijn helpen om de verschijning van grijze haren te voorkomen. Je haar dagelijks wassen met rozemarijnwater herstelt de kleur van donker haar en geeft het haar tegelijkertijd meer volume. Paardenstaart. Paardenstaart is een geweldig kruid dat de haargroei bevordert. Het helpt niet alleen om haaruitval te voorkomen, maar ook om seborrhoïs eczeem en sommige soorten roos te genezen. Het hoge gehalte vitamines B, C en E helpt om de schadelijke effecten van vrije radicalen te beperken. Bovendien beperkt paardenstaart de aanmaak van oliën en bevordert het de bloedsomloop in het haarweefsel, om er zo voor te zorgen dat het haar sterker en glanzender wordt. Dankzij het gegeven dat dit kruid ook goed is om de haarvaten te reinigen, helpt het tevens om de hoofdhuid te voorzien van zuurstof. Henna. Door de blaadjes van deze plant te drogen en malen, krijg je een plantaardige haarverf. Deze verf kan vervolgens worden gebruikt om de roodachtige kleur in haar te herstellen op een minder agressieve manier dan commerciële haarverven. Tegelijkertijd biedt henna ook voordelen om schimmel tegen te gaan, wat ideaal is als je last hebt van roos- of seborrhoïs eczeem. Henna blijft aan het haar kleven en zorgt ervoor dat je haar dikker wordt. Daarnaast is het ook een effectief middel om je haar op een natuurlijke manier steiler te maken. Keri-keri is tegenwoordig een zeer populaire specerij voor allerlei gerechten. De groene bladeren kunnen gebruikt worden om de schade te herstellen die veroorzaakt wordt door het ongegeneerde gebruik van commerciële producten, een overmatige blootstelling aan de zon en luchtvervuiling. Het is rijk aan proteïnerijke oliën die het haarweefsel voorzien van voedingsstoffen en kracht. Keri bevat ook een hoog gehalte beta-carotene, een voedingsstof die haaruitval kan verminderen en de haargroei kan bevorderen.
Daarnaast is deze specerij ook geweldig om de vroegtijdige verschijning van grijze haren tegen te gaan. Het bevordert de aanmaak van melanine door iedere vezel te voorzien van natuurlijk pigment, vitamines en mineralen als koper, ijzer en zink. Kaneel. Deze smaakvolle en aromatische specerij dient niet alleen om een heerlijke smaak aan je gerechten te geven, maar kan daarnaast ook helpen om je haar sterker te maken. De antiseptische eigenschappen van kaneel helpen om ziekten aan de hoofdhuid te voorkomen. Tegelijkertijd is kaneel in staat om bacteriën en andere micro-organismen die haaruitval kunnen veroorzaken, te elimineren. Ook is het gunstig om bruin haar lichter te maken. Het bevordert de bloedsomloop in de haarzakjes, waardoor het haar dik, goed gehydrateerd en glanzend wordt. De natuur biedt oneindig veel middeltjes die de groei van je haar bevorderen. De populairste zijn bedoeld voor uitwendig gebruik, maar de middeltjes die bedoeld zijn voor inwendig gebruik zijn net zo belangrijk. Voedingsmiddelen zoals vis, yoghurt en havermout voorzien het haar, wanneer je ze regelmatig consumeert, van de hoeveelheid proteïnen die het nodig heeft om gezond en sterk te blijven. Vermijd het overmatig gebruik van chemische producten die de haarwortels zwakker maken. Geef je haar de liefde en zorg die het verdient.